Nou, leuk. Yo mensen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en ik ben Sam en vandaag gaan wij het pistooltje in de 1911 Darkman herhalen. Ja, dames en heren. Dankzij de enige echte Wesley kunnen wij deze video opnemen. Dus heel erg bedankt Wesley. Check even Wesley in de beschrijving natuurlijk uit. En zeg even dankjewel dat we deze toffe video voor jou mogen opnemen. Dus, dames en heren, hij heeft alle challenges gedaan. En we moeten nu nog 4 kills maken met alles erop en eraan. Of geen perks staat hier gewoon. Dus laten we dat maar doen. Heeft Wesley geen perks? Wesley heeft geen perks. Dus we zijn helemaal ready. Laten we dit gewoon gaan doen. En dan zie ik jullie in de game. Oké, dames en heren. Wij pakken het pistooltje. Team. Team uit. Niemand spant in. Niemand spant in. What the fuck? Dat was raar. Mijn camo die laat ook nog niet. Dit is heel raar. Holy shit. Ik weet even niet wat ik al moet zeggen, jongens. Oké, ik ga wel even zeggen. Verwacht niet dat ik... weet ik... Oh, yo, die klinkt vet, dat pistool. Haha. Ik wou net zeggen, verwacht niet dat ik de sterren van de hemel schiet met de pistool. Want het blijft natuurlijk een pistool. En pistols zijn natuurlijk niet het beste in Call of Duty. Dus ik heb respect voor Wesley dat hij al die challenges heeft kunnen uitvoeren al. Met deze gun, want je moet natuurlijk headshots, alles doen. En oeh, dat lijkt me toch een vervelend zaakje om uit te voeren met zo'n pistooltje. Ah, eindelijk de camo is geladen op de gun. Black Ops 3 heeft zo zijn kuurtjes. De laatste tijd duurt allemaal een beetje lang. Maar hey, het speelt nog steeds wel lekker. Dus wij gaan gewoon op zoek naar de laatste 2 kills voor Dark Matter. En misschien moeten we dan maar gewoon relaxed switchen naar een andere gun. Want ja, waarom zou je een hele game met een pistooltje gaan spelen? Waarom zou je dat doen? Ik kom niemand ook meer tegen, maat. Vergeet iedereen. Oh! Hoe leef ik? Oké, mijn team is spant hier. We spelen gewoon tegen genoeg mensen. Dus ze spelen verstoppertje. Dat is mijn teammate. Oké, waar zijn jullie? Kom maar, bij Maximpie. Ik schiet jullie allemaal helemaal door midden. Ik loop natuurlijk ook een beetje gekke routes, omdat ik niet op long range kan killen met deze gun. 2 hitmarks. Oh man, als we hem hadden. Als laatste kill, dat is toch leuk? Wat? Ik ben geen hater. Ja, ik heb hem! Hopsakee, diamond! En dan hebben we hem, Dark Matter. Hostile Raid, gadverdamme. Bliss Camo, hoppakee. Jongens, we hebben hem. We hebben hem. Wat is dit? 9-1, maat. Maat, wat doe je? Maat! Ik kill je. Pak zijn gun op. I'm ready for this. Nee, ze hebben niet. Nee, binnen blijven. Oh, ze komen ons halen, ja. Kut, we lopen weinig rond met ons pistooltje. Mario, jij moest nog je launcher start maar halen. Je kunt gewoon met mij meespelen en dan ga je gewoon de hele tijd alles uit de lucht schieten. Kijken wat heeft Wesley nog voor leuke camo's of leuke guns. Laten we maar gewoon eens met Wesley's en Manowar setup gaan spelen. Maat, wat is dit? Zijn mijn teammates zo slecht? Mijn teammates zijn zo slecht. Jongens, ik ga uit deze lobby. Omdat het gewoon te slecht voor woorden voor mijn teammates is. Maar we hebben Dark Matter en nu kunnen we misschien een potje hardcore TDM spelen met dat pistooltje. Lijkt me wel een geinig idee, dus ik zie jullie daar. Oké, dames en heren, ik ga even de attachments eraf halen. Nee, die blijven er toch wel op. Dit is hem goud. Dit is hem diamond. En dan komen we bij de laatste, dames en heren. Hij is Dark Matter Baby. Oeh, het blijft de mooiste camo, dames en heren. Het blijft de mooiste camo waar je enorm veel werk in moet steken. Maar hij is wel enorm mooi.
Wij gaan nu lekker een potje hardcore TDM zoeken. Let's go. Zo. Nou, leuk. Die heeft volgens mij niet naar zijn zin. We zaten nog niet eens in de potje en hij begon dat soort te schreeuwen. Oké, we spelen tegen hem. Misschien krijgen we hem af en toe in de dead chat. Hij heeft zichzelf gekilled. Oké. Oh, waar zit jij? Gevaar! Ik weet niet waar je zit. Daar. Jezus, maat. Ik ga hem muten. Ik krijg nog gehoorbeschadiging van die vent. What the fuck zijn dit voor mensen waar ik tegen speel? Hij ziet gewoon niks. We hebben een RC. Wesley, waarom heb je een RC aanstaan? Oké, even die gas mute hoor. Tering zeg. Ik word echt doof van hun. Op hardcore werkt de pistool echt wel aardig prima hoor. Ik zeg niet dat we er beest mee gaan, maar... Hey, we kunnen ermee killen. Kills worden gemaakt. Het leukste aan dit pistooltje vind ik het geluid. Kijk dan. Gewoon pistoolfiets hier in je bakkers. Hoppakee. Ja, ik weet dat je daar achter die blauwe hout zit. Je hoeft alleen maar je hoofd te laten zien. Oh nee. Ik denk dat hij al dood is. Oh! Als je een goede aim hebt, is dit pistooltje echt prima, jongens. Dit zijn teammates. De suspense zijn, denk ik, geflipt. Dank je. Oh, ik ben bijna dood. Het is wel een beetje concentreren, want het is hardcore natuurlijk. Ik moet heel graag... Oh, wauw, jij lijkt zo'n hard, maat. Counter UAV. Oh god. Wat is dit voor lobby, maat? Echt met die mensen... Gaan opeens praten. Oh, dit is ook nog iemand die joint gewoon. Yeah, boy. Yeah, boy. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Oh, oh shit, man, achter me. Ik ga gewoon 18-5. Met een pistool. Holy shit, wie had dit dan verwacht? Helemaal niemand, toch? Double kill met een HD. Oké, okay, we gaan wel erg lekker. Niet dan. Huh, hoe kwam hij achter ons? Lekpik. Oké, okay, dan gaan we weer door. Hoppakee. Oh, ik dacht dat jij een enemy was. Nou, dat was jij niet. Oh. Oeh. Wat is dit allemaal, jongens? Oh nee, jongens! Oké. Okay. RC's inbound. Zo, hoeveel RC's heeft mijn team? Boom! Oh, wat hij heeft... Oh, nu ga ik je killen ook, maat, maat. Maat! Oh, fuck. Dat is wel iets makkelijker natuurlijk met een SMG. Ik heb misschien een beetje het gevoel dat Spans zou kunnen gaan flippen. Oh, nu gaan we missen. We gingen heel goed. Maar nu gaan we wat minder. En nu worden we echt... gewoon genaaid. Kom op. Waar zijn de enemies? Ja, ik kan jullie niet meer vinden, maar... Oké. Okay. Ik leef nog. Ik leef niet meer. Thanks, man, teammate. Wat moet je dan? Ja, dat is een kill. Ja, dat is een dood. Want ze komen opeens weer van achter ons. En hier staat er zelfs nog een.
niet de bedoeling dat we op teammates gaan schieten, hè? Op teammates zijn er wel lekker mee bezig. Kijk dan! Nate Fies hier! Oh! Oh nee! Trickstar! Ik kan mijn RC maar eens inzetten. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Fuck you, man! Ah, het is gedaan, jongens! 30 om 12! Met een pistooltje. Ik vind het mooi. Ik vind het echt fantastisch. Jongens, vond je het nou leuk? Laat een like achter. Abonneer voor meer. En check natuurlijk Wesley even uit, jongens. Heel erg bedankt, Wesley. Het pistooltje is goedgekeurd en Dark Matter gemaakt. Dus, jongens, dat was fantastisch. Tot de volgende video, jongens. Later.